Hallo, ik ben Florian. En ik ben Eleanor. Het heeft even geduurd, maar we zijn terug met een nieuw experiment. Een experiment met ballonnen! Yeah. We gaan vandaag 4 mini-experimenten doen. Nummer 1! Daar heb je een paar dingen voor nodig. Satéprikkers. En natuurlijk ballonnen! Blaas als eerste een ballon op. Let op, niet te ver. Kijk, zo is het goed. En nu moet je een challenge aangaan met iemand. Je zegt, kan ik deze satéprikker door de ballon heen doen zonder dat hij knalt? Het is even oefenen, maar let op. Kijk, het is belangrijk dat je het door de dikste delen van de ballon heen doet. Experiment 2! Au. Daarvoor heb je een paar dingen nodig. Pilates. En natuurlijk ballonnen! Het is jij sterrenla, het is jij sterrenla. Piep, 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 piep. Hoera! Blaas 2 ballonnen op en leg 1 punaise neer. Moet je eens kijken wat er gebeurt als je de ballon op de punaise drukt. Ja. Ja, dat was boom. Een hele harde boom. Maar kijk nou eens wat er gebeurt als je heel veel punaises neerlegt. Moet je nu eens kijken wat er gebeurt als je een ballon erop drukt. Zoals je ziet gebeurt er helemaal niks, maar er liggen wel punaises. Je kunt er zelfs boeken op leggen. Daarvoor heb je een paar dingen nodig. Een kaars en ballonnen! Fijne verjaardag voor jou. Fijne verjaardag voor jou. Vraag aan een volwassene of hij de kaars wil aansteken. Moet je nu eens opletten wat er gebeurt als je ballonnen erin houdt. Zo, dat is gezellig. Ik vind het wel een beetje eng. Zo, dat is gezellig. Gezellig. Niet ja. Aankomen! Het is net kerst, hè? Ja. Nou, dat was boem! Yay! Maar moet je nu eens kijken wat er gebeurt als je de ballon vult met water? Gaat die dan niet knallen? Nou, dan gaan we eens kijken. Als we hem vullen met water en we houden hem dan in de kaars, wat zou er dan gebeuren? Wat denk jij? Dan gaat hij niet knallen. Nou, laten we eens even kijken. We gaan deze waterballon boven de kaars houden. Ik vind het wel een beetje eng dat mijn handen verbranden. Nee, maar ik doe het wel. Alleen als die toch knalt, dan hebben we echt een heel erg groot probleem. Wat dan? Nou, dan ligt de hele woonkamer onder water. Ja. Oh jee. Hij knalt niet. Nee. Koe. En nu experiment 4. Daarvoor heb je een paar dingen voor nodig. Een leeg
plastic flesje, baking soda en ballonnen en azijn. Let op, we gaan deze lege ballon opladen zonder onze mond te gebruiken. Vul ongeveer het flesje met 100 gram azijn. Nee, een derde deel. Een derde deel azijn. 100 gram? Hoe kom je daar nou weer bij? Mag ik het opdrinken? Geloof me, dit wil jij niet opdrinken. Hoezo niet? Nu moet je wat baking soda in de ballon doen. En daar is eigenlijk een trechter het handig voor. Wij hebben geen trechter, dus wij gebruiken een lepeltje. Nu zit de baking soda in. Let op, je moet het nu voorzichtig over de hals van het flesje doen. Moet je zo meteen de ballon omkeren en goed vasthouden en moet je kijken wat er gebeurt. Wat gebeurt er? Nou, dat zullen we eens gaan kijken. Zal de ballon dan opblazen helemaal uit zichzelf? Ik denk van niet. Waar de baking soda komt natuurlijk in het water. Ja, in de azijn. Ja. En dat hebben we natuurlijk al vaker gedaan. Wat gebeurt er dan? Een chemische reactie. Ja. Wat zullen we doen? Oké. Let's go. Let's go. Deze ballon is opgeblazen. Deze ballon is opgeblazen door de azijn en door de baking soda. Tot de volgende keer bij een nieuwe science experiment. Ballon op, let op, niet te ver. Je liet een steek. Zal ik het maar doen? Nee, wij. Nou, 13 uur verder. Zal ik het nu maar doen? Vul ongeveer het flesje met derde azijn in het flesje. Een derde deel. Vul het flesje met ongeveer een derde deel azijn. Vul ongeveer het flesje met een derde deel azijn. Jongen. Vind je dat leuk? Zal ik het maar doen?